confessionalisme, liberalisme en socialisme. Het confessionalisme. Het confessionalisme is de ideologie die het geloof centraal zet binnen alles in de samenleving. De mening van politieke partijen zijn gebaseerd op het geloof. In Nederland kwam het confessionalisme op vanaf ongeveer 1870. Voorbeelden van politieke partijen in Nederland die worden gezien als confessioneel zijn het CDA, de ChristenUnie en de SGP. Het liberalisme. Het idee van het liberalisme is dat het individu zoveel mogelijk vrijheid krijgt, zolang het de vrijheid van anderen niet beperkt. Een van de belangrijkste speerpunten van het liberalisme is de scheiding van kerk en staat. Ook willen liberalen een vrije markt zien, waarbij de overheid niet of nauwelijks ingrijpt. In Nederland is de VVD een voorbeeld van een liberale politieke partij. Het socialisme. Socialisten hebben als uitgangspunt dat alle mensen gelijk zijn. Socialisten vinden het daarom ook onrechtvaardig dat er rijke en arme mensen zijn. Daarom vinden socialisten het ook heel belangrijk om de armen in een samenleving goed te beschermen en vinden dat rijkeren in een samenleving daar verantwoordelijk voor moeten zijn. De SP is in Nederland een voorbeeld van een socialistische politieke partij. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.